De gemeente Leiden betaalt al 15 miljoen euro voor de schaatsbaan. Voor de verlenging naar 333 meter vraagt Leiden aan de gemeente Alphen bijna 7 ton. Om de gemeente Alphen aan de Rijn mee te krijgen hebben schaatsliefhebbers donderdagavond actie gevoerd en een training afgewerkt voor het stadhuis. We hebben voor deze actie gekozen om pure aandacht te vragen aan de gemeenteraad om te laten zien hoe mooi onze sport is en hoe fanatiek wij die willen bedrijven en ja, om ze zo op andere gedachten te brengen. Ja, ten eerste, hier in deze regio schaatsen zit in het DNA. Hè? De meren, de molens, de polders, de tochten. Er komt zoveel talent hier vandaan. Dat de schaatssport leeft in Alphen, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar dat betekent niet dat we automatisch gaan bijdragen aan de verlenging van de ijsbaan in Leiden. Waarom niet? Nou, er komt in ieder geval een 250 meter baan, dus de clubs kunnen schaatsen. Wij hebben als college een afweging gemaakt op basis van een aantal feiten. En één daarvan is onder andere de vier banen die in de regio liggen binnen 50 kilometer reisafstand, enkele reis. Oud-Europees, wereld- en Olympisch kampioen Mark Tuitert is een van de insprekers tijdens de commissievergadering. Hij legt uit waarom er voor de 333 meter baan gekozen moet worden. Als je een 250 meter baan hebt, dat is leuk, dan kun je schaatsen leren. Maar wil je echt harder schaatsen, verder schaatsen, maar ook als recreant lekker schaatsen, dan is een 333 meter baan goed. Goed genoeg. En die jongvolwassenen die gaan al of naar Den Haag of naar Amsterdam. Dat is gewoon ver rijden. Dat is een uur, anderhalf uur soms wel in de auto heen terug. Als je dan een hele goede ijsbaan om de hoek hebt, waar je gewoon ook als puber, maar ook als recreant, ook als je ouder wordt, gewoon heel goed kan schaatsen. Dat is echt essentieel. Dat is totaal anders dan een 250 meter baan waar je op een gegeven moment tegen de grenzen aanloopt al heel snel. Dat is eigenlijk gewoon een net niet oplossing. Er komt een 250 meter baan. Die geeft ook potentie en mogelijkheden voor alle schaatsers uit de regio om daar te trainen. En mochten er schaatsclubs veranderen van hun keuze, zeg maar dat ze vanuit Den Haag naar Leiden vertrekken. Volgens mij ontstaat er dan in Den Haag ook weer ruimte. En wellicht kunnen onze schaatsclubs daar dan ook weer van profiteren met hun trainingsschema's. Wel op een 400 meter baan.